Is dat helemaal beantwoord? Bent u klaar? Ik hoop dat meneer Ja, Sablok tevreden is met deze antwoorden. Ik heb nog een vraag. Wijst u als partij van de Nieuwe Wind, voorzitter, en de ondervoorzitter, en de leden die eigenlijk de partij vertegenwoordigen, jullie bezittingen vast te leggen om eigenlijk, zoals de president had gezegd, dat hij zijn bezittingen zou gaan vastleggen. En ik zie dat andere mensen dat niet wensen te doen. Maar bent u bereid het te doen? natuurlijk. Ik heb geen bezitting. Mijn bezitting is in mijn hart, in mijn geest, in mijn hoofd om te laten realiseren. Maar als het op papier moet komen, dan ben ik ready om mijn zaken ook op papier te zetten. Om door te geven aan de samenleving. Laten ze weten wie John Samuel is. Te weten dat ik een onafhankelijk mens ben. Ik ben ondernemer en ik ben ook stafambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, maar zou het dan niet belangrijk zijn om die dingen eigenlijk vast te leggen? Want we weten wat er ook hier is gebeurd in Europa met mevrouw Rita Van Donk, zoals minister van Justitie, als ik het goed heb. En achteraf bleek dat ze diverse stichtingen op haar naam had en dat had ze niet doorgegeven. En ze moest, nou, niet ze moest niet, maar ze zelf afgetreden als minister. Zou het niet verstandig zijn om die dingen eerder kenbaar te maken aan de samenleving? Ja, natuurlijk is het belangrijk, maar ik weet, ik heb geen boter op mijn hoofd, dus zulke dingen zijn geen problemen voor mij. Wanneer de tijd daarvoor rijp is, zal ik alles bekendmaken. Ja? Ja, oké, prima. Nee, maar u weet dat Ja, mensen. voor mij is het geen probleem. Wanneer de tijd daarvoor rijp is, ga ik presenteren wat ik moet presenteren. En dan zal ik aangeven, want ik ben een ondernemer. En wanneer de tijd ook rijp is om afstand te nemen van bepaalde dingen, dan doe ik dat ook. Ik ben ready voor alles. Ik stel me helemaal bloot voor het volk. Ja. En ja, ik ben transparant. Oké, goed. Ik heb een vraag die nog steeds eigenlijk denk van goed, ik moet die vraag stellen. Want de Surinaamse gemeenschap die worstelt nog ermee. Ik worstel ook nog ermee. Maar als er nieuwe partijen zijn die het volk van Suriname wensen te dienen, dan heeft er zich wat voortgedaan in 2020 bij de inauguratie van de vicepresident en de president. Dan neem ik alles in één mee, waar u antwoord op kan geven, wat er nu ook nog plaatsvindt, dat de vicepresident daarop niet wordt aangesproken. Maar u als partij, u gaat in de regering, u bent van plan een regering te gaan vormen, en u heeft 3 zetels of 4 zetels, en de inauguratie van de vicepresident en de president, en ze krijgen allemaal een zak met, alle twee krijgen ze een zak met geld. Wat zou u doen? In zo'n combinatie, want u heeft getekend om in de regering te gaan. Ik begrijp wat u stelt als vraag. En laat mij u direct zeggen. Ja. De Nieuwe Wind staat ondersteunt corruptie niet. Ja. Dus ik hoef geen zak met geld te krijgen van niemand. Ik zal het ook weigeren. Ik Ja. zal het ook weigeren. Want wanneer je in publiek functie bent Ja. en men je geld wil geven, geef het dan via de bank, laat er sporen zijn. En geef de reden grondig, laat er documenten eerst uitgewisseld zijn, dan geef je mij dat. Waarom? Wanneer je dat geld gaat nemen, laat me dit duidelijk geven. Wanneer je dat geld gaat nemen en niet meeloopt, dan moet het je niet verbazen als je morgen hoort dat mensen zijn neergeschoten. Toch? Het moet je niet verbazen. Ja. Of mensen zijn vermist. Het moet je ook niet verbazen
wanneer dat geld wordt aangenomen, dat bepaalde dingen gebeuren en dan hoor je dat mensen niet meegaan of mensen, al zouden de kritiek hoog zijn, toch ondersteunen mensen de kritieken niet. Dus bij de nieuwe wind, u kunt het van mij verwachten, omdat het mij al is overkomen. Ik heb al gewerkt met heel veel rijke mensen, maar zelf wanneer zij denken dat zij rijker dan mij zijn, heb ik ze naar hun land gestuurd. Ik kan u een voorbeeld daarover geven. In 2015, ja, dat was 2015, toen was ik propagandist, nationaal propagandist voor de NDP. In Marowijn had je 3 kandidaten. Met name de kapitein van Marijkendorp, Grace Watamaleeuw, meneer Tsewai, een Bosland-Creoolse heer, dus Grace Watamaleeuw was inheemse, Clyde Watamaleeuw en de derde was Ermond Kromopawiro van Mungo, Marowijne kandidaat dus. En op een gegeven moment heeft men mij, met mij, al mijn ervaring, niet eruit getrapt, maar buiten staken gehouden. Omdat in 2015 was het Luxardju, nu Weiland, die de verkiezingen sponsorde in Marowijne. Ik weet niet van andere locatie, maar Marowijne was hij de financiële man. Op een gegeven moment, ik als coördinator in Frans-Vianen, dan kwamen de andere kandidaten, met name nummer 1 en nummer 2, propaganda maken in Frans-Vianen zonder mij erbij te trekken, zonder mij te informeren, want ik ben coördinator daar. Dan moet ik het logistiek voor ze neerzetten om goed te komen functioneren. Maar ze waren zo dom en persoonlijk bezig, toen zei ik, geen probleem, dan ondersteun ik jullie niet meer, dan ondersteun ik nummer 3, meneer Ermond. En toen ik dat zei, heb ik het bewezen. Ik heb een vergadering georganiseerd, ik heb Ermond uitgenodigd. En die 2 kandidaten zijn hun klachten gaan doen bij meneer Sarju, de financierder. De financierder Sarju neemt zijn telefoon en belt mij op. En vroeg mij, John, wat doe je? Schrijf ze naar jou. Ik heb gehoord dat je die Javaan gaat ondersteunen en niet de nummer 1 en nummer 2. Wat gebeurt er met je? Toen heb ik hem gevraagd, meneer Sarju, wat is uw probleem? Is die Javaan geen kandidaat van de NDP? Hebben die 2 kandidaten nummer 1 en 2 u niet gezegd hoe ze zich hebben gedragen? En meneer Sarju zegt, nee, ze hebben me dat niet gezegd. Maar John, als je de Javaan ondersteunt, dan krijg je geen geld meer van mij. Ja. Wel, daar heeft hij mij bij mijn naam John Samuel genoemd. Weet je wat ik hem heb gezegd, Redman Frank? Nee. Ik heb hem gezegd, meneer Sarju, u gaat mij niet intimideren met dat van geld. Ik heb u 8 jaren lang vertegenwoordigd in Frans-Guyana. Martinique, Guadeloupe heb ik u vertegenwoordigd. Ja. Ik heb u nooit een cent gevraagd. Dus u komt mij niet chanteren met dat van geld. En ik ondersteun wie ik vind dat correct handel en niet handel met een arrogante attitude. Weet je wat zijn antwoord was? Ja. Oh ja, ja, John, sorry, me vergeet taki, ai, me vergeet taki, berokonam. Ai, sorry. Je moet de mens weten te plaatsen waar hun plek is. En toen was het stil. Sarju heeft zijn telefoon met respect neergelegd. En nadien wouden ze mij programmeren in een massameeting waar ik niet erbij hoorde. Wel, meneer Bouterse heeft gebeld en meneer Bouterse heeft gezegd, als John Samuel niet op de podia komt in Mungo, in Marowijne, wanneer jullie de massameeting gaan houden, dan kunnen jullie het stoppen. Zelfs Sarju met zoveel geld moest de opdracht uitvoeren vanwege de capaciteiten van John Samuel, wat Bouterse wist te registreren en te verkopen en in te vertrouwen. Begrijp je mij? Dus ja.
Wat ik wil zeggen met mijn lange verhaal, wat ik daarnet heb aangehaald. Ja. Ik heb gezegd, niemand kan op mij komen. Ik heb voor rijke mensen gewerkt. Ik heb al met rijke mensen gemengd. Hun geld is van hun, niet van mij. Mm-hmm. Wat ik heb verdiend, dat kan ik gebruiken voor mijzelf. Super, heel mooi. Ik sta met mond vol tanden om hier naar te luisteren. Maar er is nog een cruciale vraag. Heel veel mensen horen van politieke partijen. Geef ons macht. Geef ons macht. Als wij komen, zullen wij jullie laten zien. Maar je weet dat het lied nu het volkslied is geworden van elke politieke partij. Maar ik wil graag van u weten, u heeft het niet in details te vertellen, maar dat u wel de kijkers, de luisteraars, een beetje wel gaat misschien moeten vertellen wat jullie gaan doen en wat jullie gaan veranderen, vooral ten aanzien van de corruptie en de criminaliteit en de fans en family beleid en de gronden die zijn uitgegeven en die ook zijn afgepakt onterecht van Surinaamse burgers. Wat gaan jullie doen dat elke Surinamer gelijke monniken, gelijke kappen hebben? Want wij geloven niet meer in geef ons macht, maar geef ons uw idee en u krijgt onze macht, zegt het volk. Heel mooi. Het is een heel mooie vraag. Het is een heel mooie vraag. Alles wat u mij daar vraagt, heb ik eigenlijk al beantwoord in andere vragen of in andere uiteenzettingen. Ik ga u voorbeelden geven. Het voorbeeld wat ik u kan geven is dat ik al eerder heb aangehaald dat als wij daar aankomen, als het volk ons toevertrouwt, laat me het zo zeggen, als het volk ons toevertrouwt, dat wij geen 200 dagen plan hebben, dat wij gaan inventariseren. Want we weten allen dat het slecht aan toe gaat met het land. We gaan inventariseren om te weten wat wij daar gaan aandreven, wat wij hebben aangetroffen. Ik heb ook aangegeven dat wij zullen onderzoeken. Ik geef een keiharde standpunt. Als de nieuwe wind de president mag opleveren, dan geef ik je een keiharde standpunt. Dan zal de president via de partij de nieuwe wind, dan zal die president toch na zijn beëdiging een beslissing, een presidentiële besluit nemen. Vanaf een bepaalde rang, een bepaalde niveau, dan mogen degenen die hebben gediend op hoog niveau het land bijvoorbeeld voor een periode van 6 maanden tot een jaar niet verlaten. Anders moet het een overmachtssituatie zijn om het land te verlaten. Maar zelfs bij verlaten van het land moeten ze een convenant tekenen dat als justitie ze nodig hebben, dat ze zich zullen aanmelden, maakt niet uit in welk land van de wereld ze zijn. Waarom ik dat zeg? Ja. Omdat je heel veel politicus hebt die sjoemelen en vroemelen. Ik weet niet dat het woord bestaat, maar ik zeg het gewoon. Ze sjoemelen en vroemelen met belang van het volk. En wanneer je gaat beginnen te onderzoeken, wanneer ze dat gaan merken, dan ga je velen zien met vakantie gaan die niet terugkomen. Begrijp je? Ja. Dus je gaat je maatregelen moeten treffen. Ja. En om de corruptie aan te vechten, moet je de mensen in hun portemonnee laten voelen dat ze geen steekpenningen hoeven te nemen, omdat ze al een goed salaris hebben, eind van de maand. Hoe begin je een van zulke dingen? Je begint met inkrimping. Wat voor inkrimping? Je hebt hoogwaardigheidsbekleders die niet meer in functie zijn. Die gelden moet je alvast gaan stopzetten. Dus
spookambtenaar salarissen stopzetten. De dienstvoertuigen en, dienst en die benzine van het volk, die bepaalde mensen soms verkrijgen omdat ze friends and family zijn, terugnemen. De dienstvoertuigen van directeur en onderdirecteur terugvorderen, omdat deze mensen een goede salaris genoeg hebben om eigen vervoer te kopen. Eigen vervoer te kopen om naar het werk te gaan, maar de voertuigen wat je terugneemt, stel je wel ter beschikking als ze autopack hebben. Uh-huh. Om ze te laten ophalen en afzetten aan het werk. Uh-huh. Je trekt al deze dingen terug, ga je zien hoeveel geld we gaan besparen en bezuinigen. Om vervolgens onder te verdelen. Onder de kleine ambtenaren die zo hard werken. Om de ministers en de president zo mooi te laten pronken. De hoge wagens van de minister, wat ze permanent hebben, zijn gehuurd. Zijn wagen die tussen 250 en 300 euro per dag worden gehuurd bij bedrijven van friends and family. Deze huurwagen moeten teruggedraaid worden naar goedkopere huurwagen. Ik geef een voorbeeld. Waarom kunnen ze niet met een Noah-busje van 50 euro per dag rijden? Ze zijn vlak hier toch in Paramaribo. Ja. Pas als ze in het district gaan, in moeilijke gebieden gaan, dan moeten ze hoge wagens krijgen om te gaan. Maar voor de korte en kleine vergaderingen wat ze hier beleggen in de stad, heb je geen hoge wagen nodig. Mm-hmm. Want daar heb je ook heel, ja, daar heb je ook flinke milieuvervuiling met de hoge wagen. Ja. Begrijp je? Dus er zijn zoveel dingen wat je gaat vinden. Regelen. Mensen gaan ons haten. Maar ze gaan ook merken dat het voor hun goed is. Alle ambtenaren gaan anders kijken naar staken. Wanneer iemand komt met steekpenning, ga je de persoon weigeren. Je gaat de persoon moeten zeggen, luister, ik heb een salaris al eind van de maand. Wat je wil doen, als je wil, koop een vruchtplantje. Als je wil, doe een andere donatie. Maar laat mij je meedelen dat dat geld mijn baan kwijt kan laten raken. Begrijp je? Dus ja. Het is belangrijk om de corruptie terug te drukken. Moet je dat doen. En ook de mensen die onterecht percelen hebben genomen. Ja. Staatsmiddelen hebben vervreemd. Deze mensen moet je afstraffen, onderzoeken en voorbeeldig moet je een paar mensen opsluiten. Mm-hmm. Je moet ze gewoon opsluiten als ze opgesloten moeten worden. Als ze strafrechtelijk vervolgd moeten worden, dan vervolgen we ze strafrechtelijk. Als ze civielrechtelijk vervolgd moeten worden, dan gaat dat gebeuren. Maar al deze dingen zijn dingen die de nieuwe wind gaat laten uitvoeren als het volk ons dat toevertrouwt. Je bent mijn broer, je bent mijn zus, je bent mijn kind. Als je dat niet verdient, of je hoeft je niet bij John Samuel te komen, je zult het niet krijgen. Oké, als u niet van goede huizen bent, of van slechte huizen bent, of u bent corrupt, noem maar op, en je hebt geen goede bedoelingen, en je hebt frictiebedoelingen, hoef je niet bij meneer John Samuel aan te kloppen. De voorzitter van de Nieuwe Wind gaat zeggen, hij gaat hier aan niet meewerken. Maar hij heeft wel iets... Helemaal. Ja, helemaal niet. Oké. Okay. U heeft iets gezegd waar ik even mijn ene oog een beetje klein heb gemaakt. Is mensen die het land uit zouden moeten willen gaan, die verdacht worden van corruptiehandelingen, waar ze onderzocht zouden moeten worden of ter beschikking van de staat zouden moeten zijn, dat ze met een verklaring het land uit zouden kunnen gaan. Is dat niet een systeem waar je in principe niet aan zou moeten willen denken, om die mensen de gelegenheid te geven om in een SLM-vlucht te stappen of een KLM-vlucht te stappen? En voordat je denkt, zitten ze in Dubai en ze zijn getrouwd en die komen niet meer terug. Ze hebben alle nationaliteit.
Zou het niet zijn van een juni gonna een pressie? Wij, kijk, we gaan, ik ga u zeggen, we gaan niemand beperken. Kijk, het is een juridische, het gaat een juridische beslissing zijn. Het gaat ook een politieke beslissing zijn, maar jullie moeten weten dat het in voordeel van land en volk is. Het hoeft geen probleem te zijn voor mensen die geen boter hebben op hun hoofden. Nee, precies. Voor de mensen die geen boter hebben op hun hoofden. Je komt niet aan de vrijheid van de mens. Maar het gaat meer, mag ik even storen? Maar het gaat meer om de mensen die boter hebben op hun hoofden, die zich in het buitenland kunnen ze zich niet beschikbaar stellen meer voor de justitie, want ze zijn untouchable. En gezien de... Nee, vergeet u dat niet. Okay. Vergeet u dat niet. Ja. Ze kunnen het land verlaten, als u goed naar me luistert. Ja. Ze kunnen het land verlaten, maar voordat ze het land verlaten, moeten ze, gaan ze een contract of een convenant of een overeenkomst moeten tekenen met de Surinaamse staat. Met de Surinaamse staat. Want het zijn dingen die je politiek kan opdragen en de juridische afdeling dat kan afhandelen. Oké. Okay. Begrijp je? Dus het zal een schriftelijke afspraak zijn. Maakt niet uit in welk land je gaat. Je mag gaan. Maakt niet uit als je getrouwd bent. Maakt niet uit. Maar je verlaat Suriname als Surinamer en je bent een Surinamer. En het feit dat je hoge functie hebt bekleed, het stelt je verantwoordelijk voor het publiek van Suriname. Dat mag. En dan ga je dat tekenen, dat indien de Surinaamse justitie het nodig heeft, dat jij je vrijwillig en dat je ook ermee akkoord gaat om je aan te melden. Okay. En dan gaan we ook een andere rubriek, een alinea maken, waar als jij je niet binnen de termijn aanmeldt, dat de Surinaamse staat vrij is, de vrijheid mag nemen om jou om je op te vragen aan de staat waar jij je in bevindt. Het zijn mogelijke dingen. Mensen hoeven niet te doen alsof het dingen zijn die niet bestaan. Okay. Het zijn mogelijke dingen. Vandaar dat het de nieuwe wet. Dat er nieuwe bestuurlijke, nieuwe manier van aanpak moet komen. Het zijn mogelijke dingen. Okay. Stel je voor, een districtcommissaris die heel veel heeft gedaan. Hij weet dat hij opgesloten kan worden. En dan gaat hij in een Caribisch land wonen, waar hij langer dan 3 maanden mag wonen. En waar hij geen verblijf nodig heeft, maar dan blijft hij daar, dan komt hij niet terug. Ja. Wel, we zoeken je op als de justitie je nodig heeft, binnen een bepaalde termijn, waar jij je niet aanmeldt, is de Surinaamse rechterlijke macht, het Openbare Ministerie van Suriname, als ze je opzoeken, dan kunnen ze je niet vinden, hebben zij het recht jou te plaatsen op een opsporingslijst om te beginnen, nationaal, en als je binnen een bepaalde termijn jij je niet aanmeldt, dan kom je op een Interpol-lijst voor. Maar, dus het zijn mogelijke dingen, het zijn geen nieuwe dingen. Maar omdat wij dat niet doen in Suriname, omdat het niet gebruikelijk is voor de politicus met boter op hun hoofden, vandaar dat het vreemd uitziet. Maar de nieuwe wet is geen vreemde zaken. De nieuwe wet zijn concrete zaken in voordeel voor Suriname. Oké. Okay. Maar ga ik een voorbeeld nemen met mezelf. Zeg maar, ik ben minister van OW. En ik heb een paar miljarden ontvreemd. En de nieuwe wind die komt aan de macht. En zoals u gezegd van, ik mag het land uit. Ik teken een convenant, heel mooi. Ja, dat is getekend. En ik zou mij 3 weken, zou ik mij eigenlijk na 3 weken bezoek, familiebezoek, overlijden in het buitenland. Zou ik terug moeten keren naar Suriname. En ik meld mij niet aan. En er is ook geen inreisverbod genoteerd. Dat ik terug ben gekomen in het land. Waarom zou u eigenlijk de stap moeten zetten. Om eerst nationaal te zoeken. En niet gelijk internationaal.
Omdat er zijn, kijk, bij de juridische zaken is het anders. Er zijn procedures. Maar kunnen die kunnen toch veranderd worden? Want... En niet omdat je een politieke leider bent, dan moet je nonsens uitkraaien. Je moet alle instanties respecteren met de procedures die er zijn. Oké. Okay. Je moet alle instanties respecteren. Dus omdat het werk, omdat het fundamenteel gedeelte van het werk nationaal is, dus dan begin je nationaal. Oké. Okay. Want de persoon hoorde terug te komen, niet jij hoorde de persoon op te zoeken. En als de persoon niet terug is, dan komt er een opsporing. Je gaat de persoon eerst laten opzoeken door vervolgambtenaren. En wanneer vervolgambtenaar de persoon niet heeft aangetroffen, dan wordt er weer gerapporteerd. Mm-hmm. En op grond van die rapportage, dan worden er andere stappen genomen. Zo gaat het. Het is een proces. Daarom gaat het zo. Okay. Dus als u als minister van OW bijvoorbeeld niet terugkomt binnen de 3 weken, ja, dan worden er mensen gelast om u op te sporen, op te zoeken. Dus het is sowieso nationaal. Ja. Nee, omdat ik... En wanneer deze mensen u niet op het aangegeven adres wordt aangetroffen, ja, dan gaan ze rapporteren. En dan wordt u opgespoord. Opsporingsbevel komt naar buiten. En wanneer u niet in het land gevonden kan worden, ja, en dan gaat u gezocht worden internationaal. Okay. En het beste om u internationaal te zoeken is Interpol-lijn. Nee, dat is duidelijk. Ik weet dat het zo wordt, maar ik ben een beetje bang wanneer deze mensen die nu die dingen uithalen, dat ze... ik wil de kortste weg pakken. Je hebt je niet aangebeld bij de immigratiedienst. Je bent niet binnengekomen. En je weet direct weer naar je internationaal. Dat is, ik wil zo min mogelijk tijd verliezen. Ik begrijp u. Maar er zijn proceduren wat je moet respecteren. Laat me u dit zeggen, Redman Faya en kijkers en luisteraars. Ja. Als je de procedure van aanhouding niet hebt gerespecteerd, dan hou je iemand aan, je hebt hem laten aanhouden. Al heb je hem 3 maanden aangehouden en dan heb je een verkeerde staat, het proces verkeerd aangepakt. Ja. Wanneer de persoon voor de rechter gaat, wordt de persoon vrijgelaten als de persoon een goede advocaat heeft. Ja, dat is waar. Dus liever neem je tijd met goede mensen en goed op zaken te letten en het proces goed te laten volgen. Laat mij je dit zeggen. Niet veel van de voorzitters hebben zo'n groot en brede algemeen cultuur en kennis van de verschillende procedures en processen, zoals van de nieuwe wind. Ik neem de vrijheid om voor 2 seconden arrogant te zijn om het te zeggen. U heeft het recht. Ze hebben het niet. Ook de moed hebben ze niet. Omdat ze allemaal boter op hun hoofden hebben. U heeft het recht. Wij Surinamers zijn op zoek naar een nieuwe wind, een nieuwe partij, nieuwe inzichten, nieuwe mensen, frisse mensen, onbevlekte mensen. En vandaag spreek ik met meneer John Samuel van de Nieuwe Wind. En natuurlijk is het vrij aan ieder om te zeggen wat en voor wie ze zullen stemmen. Maar voordat ik meneer John Samuel ga bedanken, heb ik twee vragen. En de ene na laatste vraag is, daar mag je heel kort erop zijn of lang erover gaan, is, ik zie dat onze vicepresident van de ABAP goud verkoopt en goud accepteert. En onze voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B, soms noem ik hem anders, maar bij deze noem ik gewoon Marinus B, die roept de regering niet tot orde. Wat is uw mening hierover? Mijn mening daarover is, kijk, een ieder heeft zijn eigen personaliteit.
Ja. Dat is het eerste wat ik respecteer. En ieder heeft zijn eigen personaliteit. De functie van vicepresident hoort niet zo bekleed te worden. Maar daar zeg ik ook. Het is een coalitie. De president weet ook niet voor zichzelf wat zijn toekomst is. Dus dat kan hij zijn vicepresident niet tot orde roepen, omdat de vicepresident zich ook kan terugtrekken en dan is de regering gevallen. Mm-hmm. Daarom zeg ik u, ze hebben allemaal boter op hun hoofden. Ik keur het af, als je het zo mag zeggen. Je hebt toch werk, arme? Doe je ding anders. Mm-hmm. Dat hoort niet bij de functie van vicepresident. Maar ik ben ook iemand, ik kan niet zo veel op af op hun daden. Hun dagen zijn geteld, dus dan praat ik weinig over ze. Want één ding moet je ook weten, hoe meer je over iemand praat in het publiek en op de ether, hoe bekender je hem maakt, hoe belangrijker je hem maakt. Want je gaat nieuwsgierige mensen nog aantrekken om te kijken wat hij doet. En hoe meer je kijkkracht geeft, hoe sterker die wordt. Dus ik wil geen aandacht besteden. Men weet. En ieder weet dat het niet goed is wat hij doet. Maar ik heb geen argument daarvoor. De nieuwe wind. Wij zien dingen anders. Wij zien nieuwe perspectieven voor Suriname. Mm-hmm. Is belangrijk. En wij houden ons daarbij. Oké. Okay. Dan heb ik een vraag. U had gezegd. Want terwijl u praat noteer ik ook. Omdat u heel veel geeft. Heel gestructureerde antwoorden en dat moet ik opschrijven, want het is voor mij ook duidelijk om even daarop terug te komen. Maar u heeft gezegd, als de nieuwe wind het mandaat zou krijgen van het volk, dat u geen plan heeft van 200 dagen als Chang, maar wel 200 dagen de tijd zou hebben, of nodig zou hebben, om te inventariseren. Maar, gezien de nieuwe wind zich nu presenteert aan de Surinaamse samenleving, dan stel ik mij de vraag als Surinaamse burger, waarom wordt er niet alvast nu geïnventariseerd? Omdat men weet wat de inkomsten en uitgaven van het land, zoals u 11 jaar bij de NDP heeft gezeten, weet wat de inkomsten en de uitgaven van het land zijn en bepaalde dingen. Waarom is er niet alvast een inventaris opgemaakt of wordt er een inventaris gemaakt dat in principe die 200 dagen verkort konden worden om eigenlijk te zeggen, hey Bredate Oekong, dies we pak aan. Want je moet wel voorwerk gedaan hebben, toch? Wordt er al voorwerk gedaan? Ja, ja. Ja, er wordt een voorwerk gedaan. Bedankt voor die vraag. Het is een heel mooie vraag. Er wordt een voorwerk gedaan. Laat mij u zeggen dat die voorwerk dat wordt gedaan. We gaan het doen. Want we zijn een jaar voor de verkiezingen. Tegen december zo, dan hebben we al de meeste rapporten binnen om aan te geven tegen december. Maar wat ik u wil zeggen, is dat, ik had het al gezegd in 2020. Mm-hmm. Deze regering gaat zichzelf niet controleren, een andere moet komen. Mm-hmm. Ik had gezegd dat NDP zichzelf niet zou controleren, een andere moest komen. Ja. Nu is PHP ABOP bezig. Hun fraudeleuze taken en noem maar op te doen. En ze gaan zichzelf niet controleren. Mm-hmm. Dus als er uiteindelijk een transparantie moet komen, mm-hmm. dan moet het echt een nieuwe partij daar komen. Het moet geen NPS, geen ABOP, geen PHP, geen NDP, geen PL. Al deze partijen, ze gaan zichzelf niet controleren. Ze drinken koffie samen en in hun koffie weten ze precies wat ze voor elkaar zetten om van elkaar te houden achter de schermen. Ja? Ik moet even lachen. Ze weten precies wat ze allemaal doen. Ze weten hoe ze elkaar
Ze weten hoe ze elkaar knuffelen, hoe ze elkaar verwarmen of verkouden. Mm-hmm. Ze weten het. Je moet niet denken dat ze het niet weten. Als Suriname wil dat er transparantie moet komen, klaarheid in zaken, moet Suriname keihard voor nieuwe partij stemmen. Een van de beste nieuwe partijen is de Nieuwe Wind. Ja? Ja. Dus het is belangrijk te weten dat deze mensen echt... En ik ga u ook één ding zeggen, voordat u afsluit. Ik geef u een voorbeeld. Ja. Hoe ga je je gestolen spul zoeken met de persoon die dat spul gestolen heeft? Hoe ga je het dan vinden? Dat wordt mooi. Dat wordt een hele zoektocht, ja. Zal nooit gevonden worden. Je gaat het nooit vinden. Ja, zal nooit gevonden worden. Men zegt, wie niet gevonden wil worden, zal nooit gevonden worden als degene weet waar die ander is. Ja. Ja. Helemaal. Dus arrogering nog, de no stemmen toe, de no ondersteun. Voor informatie kon adoro, ja. Omdat de stap de rommel en de schommel en de trommel en de show en de jari. Meneer Samuel, u heeft in 3 minuten tijd de gelegenheid om Suriname, met alles wat u heeft gezegd, overtuigt u mij, maar u heeft nog de mogelijkheid om de Surinamers verder te overtuigen, om het woord en uw woorden verder te verspreiden in de samenleving, om de mensen de gelegenheid te geven om te zeggen van, wij kiezen voor de Nieuwe Wind, of de mensen in twijfel te brengen om te zeggen, we kiezen voor de NPS, of we blijven bij de VAP, of we blijven bij de NDP, of wat dan ook, maar aan u het woord om de mensen te overtuigen. Ik luister. Dankjewel. Suriname, Nederland, en de wereld, diaspora. Dit is Iwan John Samuel, de voorzitter van de Nieuwe Wind. De Nieuwe Wind wordt gezien als een nieuwe partij, maar de Nieuwe Wind heeft al meegedaan met de verkiezingen 2020. De Nieuwe Wind heeft, dat is wat Suriname nodig heeft. Ik vraag u om ons te vertrouwen, om goed bestuur voor te zetten. Ik ben zelf ambtenaar, ik weet wat jullie meemaken daar op kantoor, of soms zelf niet op kantoor. Men onderdrukt je soms, zonder dat je iets of wat heb gedaan. Wel, bij de Nieuwe Wind komen wij voor gerechtigheid, voor eerlijkheid. Wij houden niet van onrecht. Als Suriname, als u als kiezer morgen zou kiezen voor een van deze oude grote partijen, zoals ze ze noemen, dat betekent dat je accepteert om nog bestolen te worden. Dat betekent dat je accepteert om nog misleid te laten worden. Dat betekent dat je accepteert om Suriname in dezelfde toestand om nog erger te laten maken. Wij komen geen luchtkasteel beloven. Wij beloven niet, wij zeggen wat wij gaan doen. En laat mij jullie zeggen, wij komen jullie niet beloven dat bepaalde prijzen terug zal kijken naar beneden. Maar wij zeggen u wel dat wij hard aan zullen werken. Dat je de voordelen in je portemonnee zult voelen. Dat wel. Ik wil jullie een voorbeeld geven. Om terug te gaan kijken op YouTube. Op de economische debat van CES. Van 4 mei 2020. Waar de Nieuwe Wind door tussenkomst van de persoon van John Samuel duidelijk had aangegeven hoe Suriname uit de economische crisis kan gaan. Bij deze wil ik jullie vragen om John Samuel, Gilmar Magna, maar meer de Nieuwe Wind te volgen op de verschillende platformen die er bestaan. Volg ons, kijk naar ons, gaat u lezen over ons. Wij doen geen masker op. Wij zijn eerlijke, jonge leiders voor land en volk. Wij zullen weten u te dienen van 2025 tot 2030.
en meer als wij het goed hebben gedaan. En ook als wij het niet goed hebben gedaan, moeten jullie niet op ons stemmen. Ik dank u voor uw eerlijkheid. Ik dank u voor uw openheid. En ik dank u dat u ook mee wil werken om het verschil te maken. Het verschil, dat bent u. Het verschil, dat ben jij. En het verschil maken wij op 25 mei 2025. Dank u wel. Meneer John Samuel, krijg ik op veel meer eens keer groen. Suriname, bedankt. Meneer John Samuel, bedankt. En keep doing the good job. Suriname heeft nieuwe mensen nodig. En transparante mensen. Samen moeten we het werk doen. Uiteindelijk moet Suriname uit de klauwen van de barbaren. Want onze Surinaamse gemeenschap en onze jongeren die eigenlijk een nieuwe toekomst nodig hebben, krijgen het heel erg moeilijk. En als wij samen kiezen voor iets nieuws, in combinatie waar meneer John Samuel deel van kan uitmaken of vanzelf uitmaken, dan denk ik dat wij een spannender en een mooiere Suriname tegemoet zullen kunnen gaan. Maar laten wij weten wat we kiezen. Ik kan niet bepalen voor wie jullie moeten kiezen, maar als ik het zou moeten zeggen, kies voor wat goed is. En wat goed is, is wat jij zelf weet. Want ik weet wat ik goed vind. En meneer Samuel, ik wil u bedanken. En dan ga ik u zeggen tot een volgende keer weer. En ik blijf u volgen. En ik hoop dat andere politici die uiteindelijk zien dat de Surinaamse gemeenschap behoefte heeft om ook rechtstreeks in contact met jullie te komen, zonder een hoge pet op te hebben om te denken, ah, die zijn maar surpieten. En als ze uw voorbeeld opvolgen, dan denk ik dat de Surinamers dichter bij jullie kunnen komen. En natuurlijk, we hebben leiders nodig die zich kunnen manoeuvreren binnen de Surinaamse gemeenschap. En als een jonge jongen van 10 jaar die gevlucht is naar de Franse kant en die zichzelf heeft geprofileerd in de samenleving tot een grote man in de maatschappij, dan wil ik u bedanken naar alle ervaringen die u heeft meegemaakt. En vergeet u niet de documentaire te presenteren. De belofte maakt schuld. Ik wil u bedanken. Hoort u mij nog? Dank u wel. Oké. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Tot gauw. Yes, oké. Ciao. Ciao. Dames en heren, dit was John Samuel. Helaas kon ik geen foto van hem plaatsen. Internet ging een beetje lastig. Dus daar kon ik niet meer een foto plaatsen, anders zou ik helemaal moeten afsluiten en weer opnieuw moeten beginnen. Maar ik heb hem nou telefonisch kunnen spreken, jullie hebben hem natuurlijk kunnen horen. Lorraine was ook heel super en zij begreep gelijk die vibe. En het is belangrijk dat wij als Surinamers weten wat we morgen willen eten. En het is belangrijk dat wij onze leiding moeten kunnen kiezen, de eerlijkheid en niet naar de populistische gedragingen van politici in het land, die komen strooien en gooien met geld, maar die wel eerlijk voor het Surinaamse volk willen werken en willen vechten. Daarvoor moeten we kiezen. We moeten kiezen voor mensen die tussen jullie willen manoeuvreren. Mensen die uiteindelijk zien wat de pijn is, maar niet op beloftes uitgaan van diaspora kapitaal aan de voorkust van Suriname. De boten staan in de rij om naar Suriname te komen, om te investeren. En wanneer puntje bij paaltje is gekomen, bestaat paaltje niet eens. En puntje is alleen maar aan het dobberen en zoeken waar paaltje is. En jullie zien wat er gebeurt in Suriname. Dat er geen voorbeeld is voor onze jeugd. Onze jeugd die verpulvert. En er zijn degelijke mensen in Suriname. En vandaag heb ik gesproken met meneer John Samuel van de Nieuwe Wind. Ik heb hem gevolgd bij DTV. En dat heeft mij aangetrokken om met deze Surinamer te praten. En om te horen wat hij in zijn hoofd heeft
of in petto heeft, ik zou zeggen in zijn mars hebben, om Suriname samen met ons naar een andere kant te brengen of naar een hogere hoogte. Maar natuurlijk, verbetering is het eerste wat wij in Suriname zouden moeten aanbrengen van corruptie. Want corruptie is iets dat ons vandaag aan de dag de das omdoet. En de jaren 1960 heeft Suriname niet goed gedaan. Want in 1960 zei daarvoor ook voor Suriname iets goeds wilde doen, was het al lang gebeurd. Dus nu is het waarschijnlijk tijd dat de rollen omgedraaid worden en dat onze jeugd, en natuurlijk meneer Samuel is nog vrij jong en die heeft alles nog meegemaakt, ook deel mag uitmaken van het bestuur van het land in de hoogste graad van het land. En dat hij daar kan staan voor de mensen die voor hem zullen stemmen. Vandaag is het zijn dag, zijn life bij Redman Fire. En natuurlijk, ik sta vrij om overal te zijn en met iedereen te praten. Ik heb mijn kleur, maar ik heb ook mijn wensen. Maar niet mijn kleur zal mijn buik vullen, maar wel de ideologie waar ik kan zien dat een normale Surinamer niet meer het land Suriname hoeft uit te vluchten, hoeft te zijn als een economische vluchteling in Europa, voor vreemd verraad van zijn eigen landgoed naar een ander landgoed, waar wij hier opgesloten zitten en niet vrij kunnen zijn, maar wel de ja-knikkers moeten zijn in een ander land waarvan wij ons eigen moederland en vaderland hebben moeten verlaten, omdat anderen zichzelf heer en meester voelen over de rijkdommen die we samen moeten delen, zodat wij samen daarvan kunnen genieten en dat een ieder een goed leven heeft, een goede baan, zonder criminaliteit. Criminaliteit zal je nooit 100% kunnen beteugelen. Maar als er randzaken geregeld zijn voor de Surinaamse gemeenschap, dan zullen ze altijd aan het werk zijn en zichzelf kunnen opwerken en scholen tot een goede Suriname. Bij deze wil ik jullie bedanken dat jullie hebben mogen luisteren naar meneer Samuel. En dan ga ik even naar mij, Samaka Nenge, luisteren. Want deze jongen die geeft het verschil ook in zijn muziek. En muziek maakt ons sterk en kan ons van andere, op andere gedachten brengen. Dus, Brananasa, ik zie jullie volgende week weer. En degene die met mij nog willen luisteren, blijf nog luisteren. En stuur je hartjes en laten wij deze leiders volgen. Hij heeft mij geïnspireerd en ik hoop jullie ook. Samakanenge. Samakanenge. Ide is de Ubekree en we kreeg de Ageng. En ik wil jullie allemaal bedanken en een fijn werkweek toegewenst. Heel Suriname, heel Nederland, heel Paramaribo, overal waar jullie zijn. We hebben zo'n feedback aan en was Fitroko Wiki Utambung en tot de volgende. Ciao.